come on and go, with magical rides on the flow, flows with magic for everyone, it's here that starts the fun. Come on and go, with magical rides on the flow, flows with magic for everyone, a new video every week. Hey, hallo, en leuk dat jullie weer kijken. Dit is een nieuwe video van Magical Rides. Ja, we moeten een beetje lopen, want zo dadelijk gaat hier een showtje beginnen in Bobby Aland. We zijn hier terug in Bobby Aland. Wie had het ooit gedacht dat we hier dit jaar 3 keer zouden komen? Ik niet, alleszins. Maar ik moest gewoon komen, want het lijkt wel of mijn vraag gehoord is. Het zal wel niet, maar het lijkt wel zo. Tijdens mijn eerste Bobby Aland vlog van dit jaar zei ik van... Hey, ik zou graag weer een goochelshow hebben hier. En Bobby Aland heeft dit jaar niet 1 goochelshow, maar 2 goochelshows. We gaan eerst beginnen bij professor Picard. Ja, Patrick Picard is helemaal terug van weg geweest. Dus ik ben blij om hem weer te zien. En dan is er nog een 2e goochelshow hier. En daar gaan we het zo dadelijk nog over hebben. En als ik het goed heb, moeten wij door een scarezone om aan de shows te raken. Hoe gezellig is dat weer. Nu, ik kan me herinneren dat de scarezones hier nogal vriendelijk kunnen zijn. Dus ik hoop dat ze vandaag ook heel vriendelijk zijn tegen mij. Want ik hou er allemaal niet van. Waarom in hemelsnaam bezoek ik een pretpark tijdens Halloween? Om naar de goochelshow te gaan natuurlijk, hè. Ja. Dat is een goede reden, hè. 2 goochelshows. Monkey Clan. Hier is het met aapjes. Ik hou van aapjes. Ik zie een aapje. Vorige keer waren hier figuren van Nickelodeon. Dit is heel anders natuurlijk. Heel bijzonder. Dat is een gebouw waar apen zitten, denk ik. Ik heb geen idee. En daar is een kooi waar een kind in zit. Dat is natuurlijk opgesloten door de apen. Ja, gezellig. En daar hangt een meneer gezellig te hangen. Ja, het viel eigenlijk heel goed mee. Dus... Ik denk als we zo dadelijk nog wel wat tijd hebben, dat ik eens een aapje ga opzoeken voor een foto. Dat is nog wel leuk. Dit is minder leuk. Doet me denken aan Indiana Jones trouwens. En we zijn uit de Monkey Clan. We survived. Nou, als je een monkey kunt surviven, dan kun je al surviven. Hè? Hey! En 5 seconden later zitten we in de volgende scarezone, namelijk Circus Carnivali. Hier wordt het verhaal verteld van een oud circus. Ik vind het heel goed gethematiseerd. Dat moet ik echt zeggen. Hier is een oude ticketboot. Heel mooi. Het lijkt op een ander park. Dat vind ik echt top gedaan. Er staan hier ook zo van die leeuwen uit het circus. Heel mooi. Een leeuwen-tijger, denk ik. Dat vind ik precies al minder leuk, dit trouwens. Een kanon? Ja, een kanon zie ik. Ik zie een levende kanonskogel. Die ik precies ken van een Plopsaland. Ja, het was dus keil. Keil leuk. Heel fijn om hem weer te zien. En er kwam ook nog een stel te lopen bij van Synergie. Dus kei leuk. Maar nu is het echt wel tijd voor professor Picard. Ik ben heel blij om het logo van de professor weer te zien. Van de echte professor Picard is top, hè? Wauw, hoe gaaf. Dit geeft mij een gevoel. Ja, zo'n gevoel. Ik ben terug. Het
wordt het allemaal zo bekend. Wauw. Dat is goed. Zijn netjes recht. Even langs. Snel of traag? Ontspannen. En ontspannen. We laten ons er niks meer afleiden. Geen hele waai, geen één rumoer. Zo, nu gaan we versnelling hoger gaan. Voilà. Handjes recht. Kijk, even langs. Ontspannen. Stadio. En snel. Rustig over. Rustig. En ontspannen. En laten we er niks meer afleiden. Ja, alles goed. Kijk naar de ringen. 1, 2, 3, ja, stadio. Helemaal lekker diep, rustig in de avond. Ja, kijk, je ogen vallen op dicht. Je ogen vallen op dicht. Laat je gewoon lekker gaan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En voilà. Wie kent het, meneer? Kijk, als jij in je handen klapt, vallen zijn ogen dicht. En ga maar lekker diep ontspannen. Want misschien zijn er nog mensen die graag willen meedoen. Misschien lig je tussen goed. 1, 2, en nu 3. Lig je maar zo comfortabel op nummer. Voilà, trek die deken over je heen. Nu trek maar die deken over je heen. Voilà, leg de kussen goed. Maar nu merk je, in de kamer is er een mug. Er is een mug en die begint u te storen. Jaag ze weg, die mug. Jaag ze weg. Die mug is daar ook wel. Jaag ze weg. Jaag ze weg. Jaag ze weg. En hier ook. Jaag ze weg, die mug. En hier ook. De mug is daar. En hier ook, de mug. Voilà. Maar nu tel ik van 1 tot en met 3. En dan gaan we rechtop zitten en we gaan ons klaarmaken voor de dag. We gaan ons klaarmaken voor de dag. Ik tel van 1 tot en met 3. We gaan met ons ogen gesloten rechtop zitten en we gaan ons klaarmaken voor de dag. Iets eten, misschien een beetje make-up en onze haren borstelen. 1, 2, 3. Zet u maar recht. Zet u maar recht. Begin, voilà. En begin nu maar klaar te maken. En begin nu maar klaar te maken. Voilà. Misschien een beetje wassen, tanden poetsen. Voilà. En als je klaar bent, steek je rechterhand in de lucht. Als je klaar bent, steek je rechterhand in de lucht. Oké. En dan mag je nu de motor starten van je wagen. Ik tel van 1 tot en met 3 en je springt je twee handen uit het stuur. Ook al heb je nog geen rijbewijs, je mag er gewoon mee rijden. Want nu tel ik van 1 tot en met 3. 1, 2, 3. En start maar de motor. En we gaan weer terug. En we gaan weer. En we gaan nu. En nu. Je doet het circus. Je staat recht. Je staat rechtop. Je stapt uit de wagen. Staan rechtop. Dan leg je drie jongleerballetjes op de grond. Pak ze op. En nu mag je beginnen te jongleren. 1, 2, 3. En jongleer maar een beetje. En jongleer het. Je hebt het ooit geleerd. En je bent een ster van het circus. En nu voeg ik daar een appel aan toe. En je kunt zelfs die appel eten terwijl dat je aan het jongleren bent. Ja, eet maar de appel tussendoor. Dus elk derde, vierde balletje zit er een appel. En nog eens, en nog eens, en nog eens. En nu geef ik daar nog eens een balletje dat vol vuur staat. En nu wordt dat heel gloeiend. En nu moet je heel snel gaan. Heel snel gaan, want anders ga je verbranden. Vlieg, 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 vlieg. En nu vallen ze naar beneden, nu vallen ze naar beneden, nu vallen ze naar beneden. En nu blijf je gewoon rustig staan en je begint lekker te ontspannen al staand. Maar nu komen de clowns binnen, nu komen de clowns binnen. En nu moet je beginnen te lachen. Nu moet je beginnen te lachen. En te lachen. En zeker als je schouder aan moet je nog even lachen. En ja, en je moet nog harder lachen. En je moet nog harder lachen. Zeker als je doortje tomaat. En als jullie allemaal tomaat zeggen, hoeveel zijn we nog grappiger? 1, 2, 3 en... Tomaat. Ja, dat is nog grappig. Had ik al tomaat? Op het moment dat ik je aanraak, merk je dat je het getal 4 vergeten bent. Je telt 1, 2, 3, 5, 6 enzovoort. Ik tel van 1 tot en met 3 en dan merk je... Het cijfer 4 is weg. 1, 2, 3, ogen open. Hey, alles goed? Ontspannen? Ja. Een vraagje. Mag ik weten hoe oud je bent? Hoeveel dichtstbijzijnde getal? 35. Ah ja. Snap je? Oké. 34. Oké. Kunt je tellen? Ja. Tel eens tot 20. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Was dat moeilijk? Nee. Ja, ja. Oké, okay, we gaan het eventjes staan. Hoeveel vingers heb je nu, twee handen? Vijf. Ja, en twee handen? Tien. Laten we je twee handen zien. We gaan eens laten optellen, handen bij elkaar. Hoeveel heb je er? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oei, 11. Zeker? Wacht, we gaan nog eens tellen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je hebt er 11. Jij dacht dat je er 10 had, of wat? We gaan een lekkere wedstrijd doen. Brief typen. 1, 2, 3. Typ maar een brief. En hier ook. Hopsa, en typ maar. En nu gaan we een nieuw hoofdstuk beginnen. 1, 2 en nu 3. Niet per jaar. Maar nu gaan we nog sneller gaan. 3, 2, 1. En nu nog sneller. Maar nu merk je vingers beginnen rook uit te komen. En je gaat af en toe door blazen. Want het wordt warm. Vlug, vlug, vlug. Nieuw blad, vlug een nieuw blad erin. Voilà, dat alles goed. Nieuw titelje. Oké, nog een paragraaf. Stoppen en mogen jullie die ogen open doen. En nu begin ik te tellen bij 1. Laat je lichaam lekker tot leven komen. Je weet waar dat je hier bent, met wie dat je hier bent. Je hebt daar een duidelijk stabiel beeld van. 3. Beweeg eens allemaal je knieën, je vingers, je voeten, je tenen. 3, 4. Alles is weer normaal. Cijfers zijn terug, namen zijn terug. Je voelt je fantastisch, je hebt een nieuwe ervaring erbij. En nu komt dat laatste getal, en bij dat laatste getal krijg je zo'n duif een applaus. En dan kom je helemaal naar hier en nu. En dat is bij 1, 2, 3, 4 en 5. Geef je een applaus, fantastisch. Ja, hè? Zo, dat was de show van Patrick Picaria. Het blijft fantastisch om te zien. Zo geniaal. Ja. Je komt echt in een droomwereld. Ik was trouwens ook heel even weg. Dus het werkt allemaal wel echt hoor. Het is echt ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Er zijn geen woorden voor. Echt een aanrader om eens mee te maken.
Patrick Picard is hier nog het hele Halloween seizoen. En je kan hem ook buiten Halloween vinden op andere plekken. Dus echt wel de moeite om eens te zien. Ik zie hier Coco-figuurtjes rondlopen. Dat is wel leuk om te zien. Leuke muziek ook. En ja, we gaan kijken wat we nog allemaal tegenkomen. Hè. Ja, hier is dus echt Dias Las Muertas van Coco. Heel mooie achtergrond ook. Het klopt allemaal. Hè. En ze doen hier dus ook meet and greet. Echt leuk. Ja, we hebben net een foto gehad met Dias Las Muertas figuurtjes. En ik zie hier net een geniale poster. Waarbij ik een liedje in mijn hoofd krijg. Helemaal fout. Maar het is zo. Alice, Alice, Alice in Horrorland. Ja, hier is dus Alice in Wonderland. Horrorland. Ik ga het er niet in. Ik vind Wonderland leuker. Ja, en zo dadelijk gaan we dus ook naar The Curse of Houdini. Ja, Robert Houdin, een van de bekendste goochelaars ter wereld, is op Halloween gestorven. Dus ja, er moet gewoon een huis... Oh, wacht eens, hier is... Hier is iets leuk. Ja, de Alice en de Mad Hatter zit hier. Zo, we hebben net Alice en de Mad Hatter ontmoet. En geniaal dat hier ook gewoon een labyrinth is van... Ja, Alice in Wonderland. Ik heb hier net ook een van de kaartenmannen gezien. Dus ik veronderstel dat de koningin hier achter zit. Minder goed natuurlijk. Maar geniaal, geniaal. Echt waar, Bobby Jaaltje, die verdiende zo'n dikke duim omhoog. Ik vind het keileuk, ik vind het keileuk. En ik ben blij. Oh, en hier is het de Maartse Haas. Ook minder leuk. Ofwel, ja, misschien de Maartse Haas, ofwel het konijn, het wit konijn. Kan ook. Het leek op een wit konijn, maar een eng wit konijn dat meer op een Maartse Haas leek. Ja. Goed. Ik was bezig over Houdini. Robert Houdin, gestorven op Halloween. Dan moet er natuurlijk een goochelshow rond hem gemaakt worden. Hier in Bobby Aland. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Deze goochelshow, illusieshow, wordt gedaan door Alfredo. Alfredo is een jonge illusionist. Maar echt goed bezig. Echt goed bezig. Die jongen heeft al verschillende prijzen gewonnen en zo. Met zijn trucs en zo. En wat bijzonder is voor mij als Studio Holland fan. De show wordt geregisseerd of is geregisseerd door Kobe van Herwegen. Die we natuurlijk wel kennen van Abracadabra. En de dansers in de show zijn dansers van Synergy Dance Studio. Die we natuurlijk kennen van Baba Yaga. Dus het is technisch gezien een Studio Hall show. Ik ben er helemaal klaar voor. Binnen een half uur gaat het beginnen. Wij gaan hier heel snel door het park heen. We hopen nog aapjes tegen te komen. En dan is het tijd voor de volgende show van de dag. En die wordt fantastisch. Jongens, hier zit een kraken. Ik weet niet of hier nog kraken zitten, maar het is een beetje eng. En net denk ik ook dat ik ontsnapt ben aan hoe, want er zaten twee clowns naast elkaar en het viel me op dat één clown geen beeld was. En toen ik langzaam doorging, draaide ze de kop ook naar mij. Dus ja, dat was ook een beetje eng. Maar dat mag bij Halloween af en toe. Zolang dat ze mij maar niet laten schrikken, vind ik dat al oké. Maar ja, goed, met zo'n griezel als ik, ja, mij durven ze niet laten schrikken, want dan denken ze, ja, die gaat tien keer zo erg laten schrikken, hè. Dus, ik merk trouwens dat Bobby Aland ook gewone scarehouses heeft. Daar hou ik me natuurlijk niet mee bezig, maar de vorige jaren waren die meer into your face. En nu kan je er eigenlijk voor kiezen om gewoon een familievriendelijke Halloween te hebben, zonder dat je overal vol angst zit. En als je echt wil bang zijn, dan kan je natuurlijk ook nog ergens achterin een vreselijke ervaring vinden. Dus dat vind ik goed gedaan. Misschien in Plopsaland hebben ze me gezegd van, je kan misschien op bepaalde uren dingen enger maken. Maar nu heb ik ook al gehoord
dat het huis van Pandora ook serieus eng kan zijn. Dus misschien is het eng genoeg. Voor mij hoeft het allemaal niet. Als je het eng wilt hebben, zoals ik al zei, er zijn andere plekken waar het ook eng is. Zo, we gaan stilletjes richting de show van Alfredo. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. En we moeten weer door twee scarezones. Oh. Maar hey, ik kwam daar net vrienden tegen. Hoe leuk is dat? Dus het is zo fijn om bekende gezichten tegen te komen. Ja, dit deugt. En misschien komen we nu nog iemand tegen die we kennen. Dus kei leuk. En de eerste scarezone is van Aapjes. Ik hou van Aapjes. Ja, kei leuk. Zo, we hebben net een heel leuke foto gehad bij de Monkey Clan. Echt kei leuk. En nu gaan we terug naar Circus Carnivale. En daar zijn ze een beetje... Dat doen, daar hou ik niet van. Dus... Maar goed, we gaan het overleven. Hè. Het circus is even rustig. Gelukkig. Misschien gaat iedereen van het circus kijken naar de show van Alfredo. Het zou kunnen, hè. Dat is de moeite, hè. Maar ik vind het wel heel fijn, mooi gethematiseerd, moet ik zeggen. Zo, we zijn klaar voor de show van Alfredo, The Curse of Houdini. Dit is al enorm gaaf, met alle posten van Harry Houdini. Cool, een klok die de tijd aftelt. Posters van Harry Houdini. Ja, dit wordt een heel bijzondere show. We zien hier ook al The Jaws of Death. Ja, dan weten we dat we een spektakel krijgen. Wauw. Ik ben heel benieuwd naar deze show. Zo, dat was The Curse van Houdini met Alfredo. Wauw. Wat een show. Dit is heel anders dan ik gewend ben. Ik ben zo iemand, ja weet je, trucje, applaudisseren, truc. Maar je werd echt een avontuur meegenomen. Niet normaal. Het duurde 25 minuten, maar het leek 5 minuten. Dus het ging allemaal zo snel. Zoveel leuke illusies. Ik heb illusies gezien die ik zelfs nog nooit gezien heb. Dat is al heel bijzonder. Ja, wauw. Ik ben een beetje ja, flabbergasted, zeiden ze mij ooit al woord. Dat ben ik dus. Ik heb ook nog iemand anders gezien. Ik heb geen foto. Maar ik heb Synergy gezien. Samen met Synergy dansers. Geweldig. High five's gegeven. Ja. Ik hou van deze mensen. Ja, wauw. Goed, dat was de show. Ik ben blij om te zien. En het is hier weer een feestje op het circus. Maar het is helaas ook een koud feestje. Broer, het is echt koud. Haha. Ja, en zo komt ons bezoekje aan Bobby Jaland ten einde. Geen idee of we nog iets gaan zien. Ja, we zullen zodat sowieso nog wel iets zien. Maar ik bedoel, geen idee of we nog dingen gaan zien hier. Maar als dat zo is, laat ik het nu nog zien. Er is nu. En anders, hartelijk bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je het een leuke video. Als dat zo is, steek dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Dag.